Ruim 2000 scholen geven vandaag buiten les. Ik kijk even naar buiten door de luxe flex heen. Nou, het zonnetje schijnt hier in Showbiz City een klein beetje. Dat betekent dat dat goed nieuws is dus. En dat buiten les geven, dat is ook heel goed. Daar hebben we al meer over gehoord in deze uitzending vanochtend. Martijn van der Zanden is in Meppel. En Martijn, waar merk je dat dan aan, dat het goed is om buiten les te geven? Nou, ik zie een hele hoop blije gezichten hier op het schoolplein. Zojuist hebben ze even de warming-up gedaan. En op dit moment geeft juf Diana even uitleg over wie waar op het schoolplein les krijgt vandaag. Want bijna de hele dag krijgen deze leerlingen dus buiten les vandaag. 81 leerlingen zitten hier op basisschool Kindcentrum Talent in Meppel. En ik sprak er net een paar en die hebben er heel veel zin in vandaag. Ja, heel erg. Waarom? Omdat het buiten is. En ik hou van buiten zijn. Ja, je hebt zelfs een korte broek aan. Ja, ik heb zelf korte broek aan, ja. Je bent er helemaal klaar voor. En jij ook een beetje zin in deze buitenlesdag? Ja. Waarom? Nou, het is gewoon leuk buiten en het is nu wel wat warmer. Ja. Maar wat is het verschil met inderdaad? Hè? Want je kunt binnen in het lokaal zitten. Ja. Je kunt ook buiten rekenen krijgen. Wat is het verschil voor jou? Nou, buiten doen we allemaal verschillende spelletjes. Zoals dan heeft meester molen op liggen. En dan moet je de tafels opzeggen door er doorheen te lopen. Ja. En leer je dan ook beter, denk je? Ja. En jij ook een beetje klaar voor buiten de lesdag? Ja, zeker weten. Ja. Waarom is het zo leuk? Nou, ik hou heel erg veel van sport en het is buiten heel veel spelletjes en actief bezig zijn en zo. En je krijgt ook wel eens les in een lokaal. Wat vind je leuker? Buiten. Ja, want zo'n lokaal kan ook wel een beetje muf worden natuurlijk. Ja, dat is het ook wel af en toe. En denk je dat je ook beter leert doordat je buiten bent? Ja, denk het wel. Ja. Weet je ook waarom? Nee, maar ik denk gewoon dat je buiten beter leert. Ja, het is dus, deze jongen weet niet helemaal waarom het nou beter is om buiten les te krijgen. Maar hij vindt het wel fijn inderdaad. Meester Timon, jij gaat hier dadelijk lesgeven aan groep 5-6. Jij weet dat wel, hè? Waarom is dat nou zo goed om buiten les te krijgen? Ja, nou, sowieso is het hartstikke gezond om buiten te zijn. En ook de mogelijkheid om te bewegen, meer te bewegen. In de klas met alle tafels en stoelen wordt dat al heel snel lastig om veel te bewegen. Dus dat is al een belangrijke reden. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het ene kind leert graag op een hele talige manier door te lezen. En het andere kind heeft heel veel baat bij om dat op een andere manier, op een sportieve manier te leren. Ik heb een kind in de groep die moeite heeft met de tafels. En die vindt het heel lastig om dat van papier te leren. Maar die is wel super gemotiveerd op het moment dat hij een tafelestafette kan gaan doen. En ook lekker kan gaan rennen. Ze zitten nu rond de zandbak op de rand ervan. Je hebt de papieren in je hand. Wat gaan ze zo doen? Ja, ze gaan zo aan de slag met rekenen met sprongen. Rekenen met sprongen, wat moet ik me dan voorstellen? Ja, dat is een soort parcoursje die ze gaan afleggen. Met allemaal verschillende sommen. Dus ze gaan hardop automatiseren van tafels bijvoorbeeld. Waarbij ze een parcoursje afleggen en pionnen aantikken en in hoepels gaan springen. En dan gaan ze daarna aan de slag met de provincies van Nederland. Kijk, heel goed. En nou ja, jij bent een soort van ambassadeur voor de buitenles. Krijg je andere docenten, collega's, krijg je die makkelijk mee? Nou ja, het werkt altijd goed als er in de school een kartrekker is. Iemand die enthousiast is, die het mooi vindt. Net zoals dat je iemand hebt die enthousiast is voor muziek of voor beweging, gym. Dus dat werkt altijd. Ik merk dat heel veel leerkrachten het mooi vinden, het leuk vinden. Het is iets anders dan alleen maar uit het boek werken. Het doorbreekt ook een beetje het patroon van het dagelijks uit het boek werken. Dus ja, er zijn veel leerkrachten enthousiast. En je ziet het ook wel aan de deelnemers van de buitenlesdag. 2 jaar terug waren het er geloof ik 120 en nu zitten we al op 2200. Dus nou ja, daarin zie je wel dat het echt wel een hype aan het worden is. Nou, volgens mij hebben we lang genoeg gekletst. De leerlingen, ze moeten aan de slag hier. Ze gaan dus rekenen met sprongetjes. Ik ga eens even kijken hoe dat hier op het schoolplein eraan toe gaat.